allemaal. Welkom in mijn vlog. Vandaag vlog ik uit mijn woonkamer. Waarom? Omdat ik zoveel aanvragen en verzoekjes krijg van Marga, kun je ons nou alsjeblieft eens uitleggen hoe jij die leuke Marga-knot in elkaar zet? Deze dus. En ik dacht, ja, waarom ook niet? Gewoon uit mijn woonkamer. Laat ik jullie gewoon even stapje voor stapje zien hoe makkelijk dit geval in elkaar wordt gezet. En ben niet bang, je hoeft er geen opzichtkunsten of whatever voor te kunnen. Dit gaat echt heel makkelijk. Piece of cake. Wat ik zelf altijd doe, ik heb dit in elkaar gezet. Eigenlijk als ik een bad hair day heb, of ik moet de kinderen van school halen, of ik moet de salon in en ik kan even niet de tijd hebben om helemaal te stylen. En heel veel mensen, naar mijn grote verbazing, vinden het helemaal geweldig. Nou, ik moet zeggen, ik vind het makkelijk, ik vind het leuk. Maar dat het nou echt iets is om een trendsetter mee te zijn, dat wil ik niet zeggen. Maar uiteraard wil ik jullie heel graag laten zien hoe ik dit doe. Je hebt er een paar puntjes, een paar benodigdheden voor nodig. Dat is een elastiekje en 4 schuifspeldjes. Nou, het kan best zijn dat je hier en daar wat geluiden hoort in mijn woonkamer. Het is nu 3 uur. Kindjes worden van school gehaald. Hier aan de overkant is een basisschool. Dus het kan zijn dat je geluiden krijgt. Maar ik ga mijn best doen om dit allemaal voor jullie op de plaat te leggen. Allereerst ga ik jullie laten zien wat je nou allemaal nodig hebt voor de geweldige Marga-knot. Ik gebruik altijd dit toupeerkammetje. Normaal heb je ook van die plastic wat de kapper wel eens gebruikt. Ik vind deze gewoon heel fijn, omdat dat zijn zachte haartjes en het tast je haar gewoon helemaal niet aan. Dus ik zou jullie ook aanraden misschien ooit eens zo een aan te schaffen. Ik heb hem, je kunt hem aanschaffen bij ons in de webshop of bij ons in de salon. We hebben er nog een paar op voorraad. Dus mocht je die nodig hebben, en anders kun je ook gewoon een toupeerkammetje gebruiken. Zoals je ziet heb ik mijn haar gewoon lekker wilde bad hair day. En nog 2 tools wat je moet gebruiken. Het is een elastiekje, dat heeft iedereen wel. Hè? En die doe je gewoon om je rechterpols. En 4 hele eenvoudige steekspeldjes, schuifspeldjes, hoe je de beestjes ook mag noemen. En die heeft ook wel, denk ik, iedereen. Je kunt als je donker haar hebt, donkere pakken. Ik heb blond haar, dus daar vandaar dat ik blonde speldjes heb. Nou, we beginnen. En let op de tijd, hoe makkelijk en hoe simpel het gaat. Is je doet je bovenkant een beetje optoeperen, de zijkanten. Ik heb dan een hair weave in, een hair plate. Dus daarom moet ik een heel klein beetje optoeperen. Ik pak hem mooi op. Zie je? En dan komt het. En hier gaat het vaak mis en fout. Dat ze zeggen van, oh, dat gaat me te snel of noem maar op. Let op. Je hebt dus geen elastiek, nog helemaal niets. Hè? Je pakt je haar goed omhoog. Dan pak je hem vast. Met de hand waarmee je schrijft. Is voor de een rechts of voor de ander links. Dan pak je het elastiekje om. Je draait hem door tot net niet aan de punt. Maak je een slag. En dan pak je hem helemaal om. Echt zo in je vuist. Pak je hem. En dan flip je hem voor de helft om. Dus eigenlijk dat lusje onder de ding. Dan krijg je zoiets. Zie je? Die trek je open. Als een bloem. Uit een kokonnetje. Maar nemen het speldje. Dan zet je hem hier vast. Bij heel veel sterren, BN'ers in Nederland, het is nou echt een hype geworden, die knot. Ik wil niet zeggen dat dat door mij komt. Een leuk voorbeeld, wie dat ook altijd heeft, is Nikki Plessen. Sylvie Meis, allemaal zien ze. Zijn bad hair day hebben. Je maakt hem zo. En dan zet je hem vast. Op het achterste gedeelte. Ik zal het ook even omdraaien, dat je goed kan zien hoe het van achter wordt bevestigd. Je kunt het gewoon eigenlijk volledig op je eigen gevoel doen. Een hele goede tip nog voor de kleine babyhaartjes, als je die hieronder hebt. Die kun je ook op een hele makkelijke manier bevestigen. Je doet dus, je pakt ze op, pak het speldje en het borsteltje, een beetje haarlak er tegen. En dan steek je ze eigenlijk op en dan doe je het speldje in het elastiekje. Waardoor ook eigenlijk die hele knot ook ondersteund wordt. En het leuke is, je trekt hem dan gewoon
helemaal uit proportie, zo hoog je wil, van de achterkant en steek hem vervolgens daar ook in. Nou, hoe leuk is dat? Beetje haarspray erin, of een chique jurk aan, of in je joggingpak, pyjama, jeans, whatever. En hij is gewoon, je bent gewoon helemaal up-to-date. Nou, ik vraag me af wat jullie ervan vinden, of jullie me mooi vinden. Anders de duimpjes omhoog, anders de duimpjes omlaag. Laat een reactie achter. Hebben jullie andere thema's wat jullie willen weten of over willen, wat meer informatie over willen? Hoor ik dat graag. Doei!